Hij wil teamen. Oké, okay, we gaan even teamen. Hey, dan moet je niet een regel overbreken. Hallo bewoners van de GameStad en welkom bij deze nieuwe Brawl Stars video. Vandaag gaan we lekker Brawl Stars spelen en ik ga een hele hoop overleggen met jullie. We gaan over een hele hoop dingen praten samen en ik ga ook wat kistjes openen ondertussen. Laat eventjes een likeje achter als je Brawl Stars leuk vindt. Ik ga proberen om bijna elke ochtend weer lekker Brawl Stars te uploaden op dit kanaal. En in de middag om 3 uur zal meestal een video komen of een livestream om 7 uur in de avond. Het gaat allemaal gewoon door, maar op Marniker zullen een aantal dingen veranderen. Mijn andere kanaal. Maar we gaan eventjes beginnen met een edelstenen graai. Even zijn allereerste potje. En dat laten we dat gewoon eventjes doen met een Mr. P. Alright, we gaan gewoon even lekker spelen. Mr. P, edelstenen graai. En daar gaan we dan. Ik heb natuurlijk 2 kanalen. In GameStad en Marniker. Op Marniker upload ik elke ochtend om 7 uur. Maar sinds de scholen dicht zijn, sinds maandag. In Nederland en België zijn alle scholen natuurlijk dicht sinds maandag. Ben ik wat meer live. Zodat jullie je hopelijk niet vervelen als je wakker wordt. Denk je, oh, wat moet ik vandaag gaan doen? Ja, je kan mijn livestream gaan kijken, jongens. Nou, ik zal gewoon wat vaker gaan livestreamen op het kanaal Marniker. En ik wil graag van jullie weten wat jullie in de livestreams willen zien. Zouden jullie misschien liever... Oké, lekker bezig, Tik. Oh, hij is dood. Zouden jullie misschien liever... Brawl Stars zien of Fortnite of misschien een andere game? Je mag het allemaal gewoon laten weten. Ik zal zoveel mogelijk... gaan uploaden en livestreamen in ieder geval op beide kanalen. Want ik kan me voorstellen dat jullie je gaan vervelen. Het is natuurlijk geen vakantie. Maar ik snap dat het misschien wel aanvoelt als een vakantie. Omdat je natuurlijk gaat vervelen. Je zit gewoon thuis. Ja, je moet zo min mogelijk naar buiten. Ja, ik weet niet precies wat alle regeltjes zijn of zo hoor. Maar ja, je wil natuurlijk zo voorzichtig mogelijk doen met alles nu. En ik snap dat je je dan gaat vervelen. En daarom wil ik zoveel mogelijk gaan livestreamen. Daarnaast kan je natuurlijk, als je je verveelt, ook gewoon als afspeellijst gaan kijken. Op beide kanalen, op Marniker en op een GameStad, zou je natuurlijk naar de afspeellijsten kunnen gaan. Het enige wat je daarvoor moet doen, is gewoon naar het YouTube-kanaal gaan en dan op tabblad afspeellijsten klikken. En op die manier kan je gewoon heel simpel... moet ik even niet doodgaan. Nooit! Oh my god, waarom ga ik dood? Ik ben ook zo in mijn verhaal. Jongens, doe iets, doe iets, doe iets, doe iets. Oh my god, we gaan zo hard verliezen nu. Dit is echt slecht. Dit is echt heel slecht. Ik was zo gefocust met mijn verhaal bezig. En ja, oh, wat? We gaan niet eens verliezen. Wat gebeurt hier allemaal? In de wereld gebeuren vreemde dingen, maar ook hier in de game. Wat gebeurt hier? Ik vind het allemaal zo vreemd. Oké, dus even kijken. Deze edelstenen moeten we nog even meenemen. En dan kunnen we gaan aftellen. Kom hier in Dynamite. Deze kant. Deze kant, deze kant, deze kant. Nou, op beide kanalen kan je natuurlijk op afspeellijsten klikken, op playlists. En ik raad je aan om dat te doen. Er zijn zoveel leuke video's online op beide kanalen. Op Marniker en GameStad. Zo ook bijvoorbeeld Minecraft Roleplay. Misschien vind je dit niks, maar het is alsnog super leuk om te kijken. Het begint best wel stom, maar het gaat super sick worden. 160 afleveringen ongeveer van Minetopia Roleplay. Afspeellijsten staan ook een paar hier in de beschrijving die je zou kunnen gaan bekijken. Ook op Marniker natuurlijk, op beide kanalen dus. Goed, we gaan dus even een solo showdowntje spelen. Heb je nog niet geliked, doe het zeker eventjes. Laat je support zien. Solo showdown kunnen we gaan doen met een... ja, Daryl is al rang 15. Dat vind ik dan minder om het daarmee te doen. We kunnen het met een Rosa gaan proberen misschien. Laten we het Rosa solo showdown doen. Kijken of we kunnen winnen. Ik hoop het zo, ik hoop het zo. Maar ik weet het niet. Even hopen dat we nog goed spannen. Nee, we spannen niet eens goed. We spannen niet goed. We hebben niks in de buurt. We moeten helemaal hierheen lopen. En hopen dat ik dan als een van de eerste erbij ben. Ja, weet je. Ik zie ook een Barley wel redelijk in de buurt staan. En ik wil nu voor deze gaan. En op thee, die heb ik ook. Zoveel mogelijk wil ik er natuurlijk. En oké. Okay. Lekker. Dan zie ik er daar nog eentje. En een krachtpuntje. En een tikje. Hoppatee, die wil ik ook meenemen. Dank u zeer, dank u zeer. Dan zie ik hier nog heel veel dingen liggen. Die ik allemaal wil hebben. Hoppatee. Dank u zeer, dank u zeer. Het gaat allemaal nog goed met krachtpunten verzamelen. Ik heb nog niemand hoeven te killen. En het is allemaal zo raar wat hier allemaal gebeurt op dit moment. Maar oké, we gaan verder met deze dingen verzamelen. Weer 2 erbij. Hieronder zag ik nog een kistje. Die wil ik ook heel graag hebben. Ik vind het vreemd dat ik dit gewoon zo makkelijk kan halen nu. Oh god, hier heb je... een Piper. Die kan ik ook heel makkelijk afmaken. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar dit was best wel slecht. Oké, 11 krachtpunten hebben we ondertussen. 10 met kistjes en de rest, ja. Oké, hier zit er eentje. Die kan ik ook makkelijk hebben natuurlijk. Hoppatee. Wil ik deze ook nog.
Hij wil teamen. Oké, okay, we gaan even teamen. Hey, dan moet je niet een regel overbreken. Ja, maar teamen. Deze man is sowieso wel dood. Dat snapt hij zelf ook wel, toch? Ja, niks teamen. Weg met je teamen. Hoppakee. We hebben nog maar één iemand te killen en dan hebben we gewonnen. Dit ging best wel heel erg makkelijk eigenlijk. Oh, daar. En trouwens, volg je me nog niet op Instagram? Doe dat zeker eventjes. Want ik wil heel graag dus de 50.000 volgers halen op Instagram. Dus volg me eventjes als je dat nog niet doet. Want het is echt een doel van mij. En ik zal ook proberen om misschien wat meer te livestreamen op Instagram. Is dat misschien ook leuk? En live te gaan met jullie op Instagram. En trouwens, morgen ga ik mijn 06-nummer ook delen met iedereen op mijn andere kanaal in de livestream. Dus morgen op het kanaal Marniker ga ik mijn 06-nummer delen in de livestream. Oké, okay. Kom hier meneer. Jemig, die zit allemaal zo te derpen hier. Hou op. Kom gewoon in de buurt. En dan gaat hij zijn special gebruiken. Ja, leuk voor je. Maar de cirkel wordt eigenlijk zo klein dat ik je gewoon in kan sluiten en zo. Oké, daar gaan we dan. Hij was sowieso al ten dode opgeschreven. Maar ja, we hebben in ieder geval wel lekker gewonnen. We gaan nog eens eventjes kijken wat voor potje we nu gaan doen. Ik denk een potje knokbal eventjes. Dus let's go, volgende gamepie. Maar welke knokker zou ik daarvoor gaan gebruiken? Een potje knokbal met Piper? Nee. Nee, geen Piper. Misschien gewoon met jou. Ik vind jou altijd wel leuk. Bibi vind ik altijd een hele chille knokker. Dus daar gaan we het nu eventjes mee proberen. Potje knokbal met Bibi. Alright, Bibi. Let's go. We hebben allemaal close range knokkers zo'n beetje. Ik ben bijna dood. Even proberen een beetje te regenen. En dan gaat hij ondertussen al scoren. Lekker bezig. 1. Nien. Of je jackpot. Oké. Ik denk dat ik je naam heel goed uit heb gesproken, Mot. Zo. Oké. Dan gaat mijn bubbel gaat er nog steeds. Bibi loopt er wel, jongens. Pas goed op voor Bibi. Pas goed op. Bibi heeft je gekild. Degene die de bal nu gaat halen, kan ik heel makkelijk de bal kan ik daarvan afpakken. Dus ik denk dat ik jou eerst zo ga doen. En dan jou zo. En jou killen. Lekker. Dan kunnen we nu weer lekker naar voren pushen. Kan ik desnoods nog eventjes deze bal een beetje gooien. Hoppakee. Die is wel lekker gegooid. Alleen, waar is de voetbal? Ik zag hem de hele tijd niet. Trouwens, de Brawl Stars update is ook vandaag. Dus misschien, toch, volgens mij is dat vandaag. Juist, lekker gescoord. En dat zal ik ook lekker gaan livestreamen, laten zien in video's. Van alles en nog wat. Zoveel content komt er allemaal aan op beide kanalen. Alrighty, lekker. We kunnen nog eventjes premie spelen, maar ik vind het helemaal geen leuke game mode. Maar laten we het gewoon even doen. Premie, daarin moet je natuurlijk zoveel mogelijk kills maken. Ik ga dat met Leon proberen. Let's do this! Met Leon zoveel mogelijk kills en alles probeer. Oh nee, dat is dit mapje. Hierin kun je beter close range weer hebben. Damn it! Ja, hierin had ik beter Bibi kunnen hebben, bijvoorbeeld. Snap je? Oké, kill nummer uno is in de pocket. Hier zie ik een Rosa lopen. Alleen, die is natuurlijk goed van dichtbij, dus daar wil ik een beetje voor oppassen. Zodra Rosa zichzelf laat zien, dan ga ik Rosa afmaken. Oké, maar we kunnen dit allemaal eventjes zo fixen. Oké. Rosa die zit hier ook nog ergens in de buurt. Volgens mij aan deze kant. Ja, kijk hier. Die zat gewoon iedereen op te wachten. Super lame natuurlijk. Dus we gaan een beetje van een afstandje. Kijk, die Brokje is ook niet bang. En jij ook niet. En gooien. Kijk, daar zien we Rosa al. Oh, bijna dood. Kom op. Run. Alright, nog een beetje een stukje verder. We staan nog steeds een beetje voor, dus ik moet wel voorzichtig gaan spelen nu eigenlijk. Penny is ook niet heel chill in deze map, lijkt me. Maar toch gaat het best wel goed met die Penny. Oké, laat maar. Penny is gewoon lekker dood nu. Maar Rosa zit hier ook nog steeds ergens. Daar. Maak Rosa af! Oh, bijna! Nee, dit is zonde. Rosa was bijna down. Nog een paar kills maken. Lekker bezig, jongens. Goed. En we staan nu lekker voor en we hebben dus ook gewoon gewonnen. Maar ja, ik vond dit niet zo'n leuk potje. Dit was niet zo spectaculair of wel dan, jongens. Op, nog een last minute kill gemaakt. Volgens mij ben ik wel de ster speler of niet?
Ja, lekker. Krijg je daar ook extra puntjes voor? Als het goed is wel, dan zie je er altijd. Sterspeler krijg je 10 extra niveaupuntjes voor. Ervaringspuntjes. Ik zie dat Showdown net is gerefreshed. Dus zou ik ook nog kunnen doen als we dat willen. Laten we dat gewoon even doen. Een potje Showdown, solo Showdown. Gaan we eens even kijken wat voor mapje dat is trouwens. Want dat mapje is dus net veranderd. Hierin wil ik wel graag... Zou ik met een Bee gaan spelen? Laten we met Bee spelen. Kijken of we daar ook mee kunnen winnen. Ik weet het niet, ik weet het niet. Oké, daar gaan we dan. Zoveel mogelijk kistjes eerst verzamelen. Zodat ik sterk word. Groot en sterk. Oké, daar gaan we. Hop. Maak die dingen kapot. En bijna. Het duurt allemaal zo lang nog de eerste paar keren. Het duurt te lang. Maak hem snel kapot. Voordat die boom eraan komt zo meteen. Oké, die heb ik ook. Wegwezen. Oké, nu sta ik in het midden. Nu sta ik in het gevaarlijkste punt van de game. Oh, ik wist het, ik wist het, ik wist het, ik wist het. Oh my god! Got him. Got him. Got him. Oh, dit is lekker. Oké. Oh, hij is groot, hij is groot. Ik kan hem hebben. Nee, ik kon hem hebben als ik nog één schot had, maar het duurde te lang allemaal. Oh my god, dit potje was toch wel heel spectaculair, zeg. Ook al heb ik verloren, er is veel gebeurd. Het was een leuk potje. We gaan hierbij wel eventjes afsluiten. Dus ik hoop dat jullie eventjes hiermee een beetje vermaakt zijn in deze barre tijd. Laat even een like achter. Check de afspeellijsten allemaal, zodat je je niet gaat vervelen. En zeker ook de livestreams kijken op het kanaal Marnikker. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.